Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Je vraagt je eigen natuurlijk af, Mandy, waar ben jij in godsnaam? Nou, ik ben op Jordi's kamer. Ik ben hier even aan het opruimen, want aankomend weekend kan Niels weer gaan klussen. Dus dan moet even alles wat op zolder staat, weer naar beneden. Het kastje wat ik hier heb staan, gaat naar een vriendin van mij toe. Die is helemaal van dit soort kastjes. Ik weet gewoon momenteel absoluut niet waar dat ik dit moet laten. Dus dit is van mijn peettante geweest. En zij is echt een fanaat van dit soort kastjes. Dus dan geef ik het liever aan haar. Dat ik zeker weet dat het goed terecht komt. Omdat er toch wel een soort van emotionele waarde aan zit. En zij is daar gewoon heel zuinig op, et cetera. Zij zal hem echt gewoon goed behandelen. Blijf, 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 blijf. Nou, in ieder geval, dit dus. En ik ga dus even het kastje leegruimen. Kijken wat ik nog aan kleding hier heb liggen, et cetera. En wat weg kan, wat nog bewaard moet blijven. Nou, ga zo maar door. Dan moet ik het kastje naar voren halen. Even poetsen daar. Dan kan alvast wat daar staan. En dan zien we het wel. Nou, ik heb even een rat opgehaald. Een kleine rat. Die heeft ons blijkbaar gebeten. Nou ja, ik zal daar even kijken als hij zijn fles aan het drinken is. Ik was nog iets vergeten, want ik was boven bezig. Ik wou deze hebben. Dus die ga ik voor gebruiken. Dan is alles weer wat compacter en kleiner. Dus ja, we hebben nu flessen aan het maken. Ze hebben allebei twee versandjes op, de vreedzakken. En ja, dat is eigenlijk een beetje hoe aan het. Niels is weer naar cursus. Ja, wat hebben we allemaal gedaan? Ik heb op Jordi's kamer het een en ander gedaan. Eten gemaakt. Niels is naar cursus nu. En ik zit nu met deze kleine hobbits. Matte. Deze hobbit is aan het spelen met zijn treintjes. En deze hobbit die zoekt weer de aandacht van zijn moeder. Maar zo dadelijk gaan ze allemaal lekker hun nest in. Jordi zit daar ergens in een hoekje zijn tabletje te bekijken. Maar jullie gaan dadelijk al slapen. Jordi misschien ietsjes later. Morgenochtend moet ik met Liam zijn schooltje mee. En dan gaan Jordi en Sam ook mee. Gaan we een badwandeling maken. En nee, dat ga ik niet filmen. Want het is met het klasje van Liam. En ja, dat mag je gewoon niet filmen. Dus vandaag. Ik ga zo die etters naar boven doen. Een hele goede morgen. Ik heb er al een flinke ochtend op zitten. We zijn net thuis. Ik heb Jordi alweer verschoond. En nou, ze hebben alles gehad. Maar we waren met Liam's schooltje heel eventjes aan de wandel geweest. Nou, Liam heeft er niet veel mee gedaan. Want die kreeg een boosheid. Die werd even pissig. En toen had ik zoiets van, nou dan zet ik jou in de bolderkar, je zoekt het maar uit. Dus dat heeft hij uiteindelijk gedaan, maar hij heeft wel lol gehad. Want ja, mama die heeft altijd van alles bij. Dus hij heeft fruitje gehad, krentenbol gehad, hij heeft van alles gehad. Dus die was blij dat hij in de bolderwagen zat. Maar ja, hè. Af en toe. Ja, het was gezellig onder de ouders en dat soort dingen. Dat was allemaal wel gezellig. Alleen, ik baal er dan van. Hij begrijpt het gewoon nog niet. Hij begrijpt niet dat je blaadjes moet zoeken, eikeltjes moet zoeken, et cetera. Dat snapt hij gewoon niet. En ik wilde dat heel graag met hem gaan doen, maar nee. Hij zag de schommel, hij wou gaan schommelen. Nee, ja, daar zijn we daar niet voor. Dus, toen was hij boos. Is hij de hele weg boos geweest tot bijna op het einde. En toen gingen we alweer bijna. Dus ja. Hè? Maar toen heeft hij dus van alles gehad van mama. Dus ik dacht bij mijn eigen van, hè, hier heb je drinken, hier heb je eten, zoek het uit. Oh, en dat maakt mij niet zozeer een slechte moeder. Nee. Als ik zoiets, als ze nou eerder iets hadden laten weten, had Niels meegegaan en had Niels met hem samen dat gedaan. Maar ik heb alles op het laatste moment gedaan. En ik wil niet dat Liam zoiets alleen moet doen. Ik wil gewoon eigenlijk dat mama of papa er dan bij is. Vandaar dat ik mee ben gegaan.
Maar ja, ik heb natuurlijk ook Jordi nog thuis en Sam thuis. Dus vandaar. Deze etter lag te slapen. Die lag te slapen. Toen, want ik hoorde hem spelen en ik was stil. Toen lag hij voor de deur. Maar toen ging ik dus even gauw kijken en ik rook het al. Toen had hij gescheten. Nou, prima. Luier geschoond. Ja, daar ben jij. Niet stampen. Je hoeft niet te stampen. Dat hoeft niet. En toen ben ik dus even zijn luier gaan verschonen. Toen was hij dus wakker, wou hij niet meer slapen. Nou ja, prima. Dat kan. Dat mag. Maar nou is hij dus nog steeds wakker. Heeft hij niet meer slapen. Dus dat. Yep. Wee. Oh, mama gooit gewoon Boomba erachter. Wel verdorie. Mama denkt, ik gooi Boomba naar jou toe. Had mama gewoon achter de bank gegooid. Ja, dus ja, en het is je één grote puinbende. Nou, prima jongen. Het is je één grote puinbende. Ik heb gewoon geen zin. Hallo. Dan gooit hij hem er zelf achter, omdat mama hem erachter had gegooid. Oh, Boomba. Oh, Boomba. Lieve, lieve, lieve Boomba. Oh, Boomba. Oh, Boomba. 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 Mama ook Boomba. Boomba knuffelen. Wee, knuffelen. Wee. 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 Oh, knuffelen. Boomba. 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 Knuffelen met Boomba. Vindt hij helemaal niet erg. Hij denkt, dat we samen Boomba, maar deze Boomba stinkt. Hier, hier, hier. En daar, en daar. Oh, moet ik hem hebben? Moet je Boomba, moet je Boomba. Mama ook Boomba. Boomba, 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 Boomba. 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 Zet maar op. Noem maar opzetten. Nee, noem maar opzetten. Wil je niet opzetten? Wil je hem niet opzetten? Kom opzetten. Wauw. Kijk, Liam, zo zie je eruit. Mooi, hè? Ja. Mooie bril. Ja. Ja. Ik had even snel mijn wenkbrauwen gedaan. Even snel het ergste eruit. Wacht, ik zet jullie heel even neer. Zo, jullie staan. Ik had straks gezegd dat Liam niet wou slapen. Toen heb ik op een gegeven moment heb ik hem in slaap gekregen. Toen is hij wakker geworden, want hij deed altijd, weet je wel, zodat hij het koud had. En ik had dus een deken over mee gedaan. Verder eigenlijk niet echt erbij nagedacht. Ik had wel al een keer zoiets van, ik hoop niet dat je ziek wordt. En hij wordt wakker. Ik voel aan zijn hoofd en ik denk bij mij, no! Ik heb temperatuur 38,5. Yay! Kan ook gewoon een dag zijn. Kan 2 dagen zijn. We gaan het gewoon zien. Morgen is hij sowieso thuis, want morgen gaat hij niet naar schooltje toe, want het is elke woensdag dat hij gewoon thuis is. Dus we gaan het zien. Hij ligt nu wel te slapen, dus dat is positief. Jordi ligt ook in bed. We hebben Jordi zijn oren schoongemaakt. Ik heb hem vanmiddag had ik hem schoongemaakt, toen heb ik nog prut eruit gehaald. Toen heb ik ook tegen school gezegd van, hij komt morgen nog niet naar school. Toen hebben we straks nog een keer zijn oren schoongemaakt en toen kwam er niet zoveel vuil uit. Dus ik ga morgenmiddag hem proberen wakker te houden. Kijken of hij dat volhoudt. En in de zin van, kan hij dat conditioneel, zeg maar. Dus
Dan beslissen we morgenmiddag, beslissen Niels en ik, of dat hij donderdag naar school gaat. In principe, het is weer enigszins de oude Jordi, maar qua conditie, omdat hij dus een tijdje niet lekker is geweest, is hij eventjes gegaan en dat gaat bij Jordi nogal makkelijk. Dus ja, dan moet hij maar misschien met aanpassing of zo donderdag toch naar school. Ik wil gewoon dat hij weer naar school gaat. Dat is beter voor Jordi zelf ook natuurlijk. Maar ja, hij moet het wel aankunnen. Dus dan moet ik even kijken. Maar morgenochtend moeten we Sam naar schooltje brengen. En dan ga ik daarna naar de winkel. En dan is het gewoon een relaxte ochtend verder met Liam en Jordi. En dan moeten we Sam weer ophalen. En dan vraag ik ook niet al te veel van Jordi. Dus dan wil ik gewoon even kijken hoe en wat. En als ik hem dan 's avonds weer op tijd naar bed doe, dat hij gewoon gelijk gaat slapen. De volgende ochtend op tijd wakker, et cetera. Dus dat is eigenlijk een beetje het doel van mij morgen. We gaan kijken of het lukt. We zullen zien. Dus dat is de bedoeling. Ik hoop niet dat het ziek zijn bij Liam en die zijn doorzet. Maar ja, we gaan het zien. Hij kon nog steeds lachen, dus dan, ja, weet ik niet. Had gewoon een volging. Je zag ook echt onder het eten aan hem dat hij echt zoiets had van, wow. Dus dat. Ja, dat is eigenlijk wat ik wil melden. Niels is momenteel weg. En ik ga hier de boel even opruimen. Ik heb de vaatwasser al aangezet. Maar ik wil heel eventjes het keukentje van Liam en Sam even weer netjes maken. Even de kast weer netjes maken, et cetera. Dus ik wil gewoon even een paar dingetjes doen. Om het weer een beetje netjes te maken. Dan is het alleen een kwestie van even een doekje over de aanrecht heen. En dan ben ik eigenlijk al wel weer klaar. Dus ik ga gewoon lekker een podcastje aanzetten. En dan op mijn gemakje even kijken. Maar ik ga eerst even bij Liam kijken of dat hij wel in zijn bed ligt. Niet dat hij op de grond ligt te slapen. Want ja, daar voel ik mij gewoon niet lekker bij. Hij hoort gewoon lekker in bed te liggen. Hij ligt gewoon lekker in zijn bedje te slapen. Dus dat is positief. Gelukkig. Maar ja. Wat ik wou doen is het keukentje even opruimen van de kinderen. En ik ga jullie even een fun fact over Liam vertellen. Nou, dit is dus het keukentje. Alles is er weer uitgetrokken. Sam gedaan. Liam niet gedaan in dit geval. Want wat Liam dus doet, is als ik vraag aan hem of hij zijn keukentje even op wil ruimen, dan haalt hij dus deze eruit. En dan propt hij dus alles hierin. Ja. Dat is dus wat Liam doet. Dus ik ga nu heel eventjes alles eruit halen. En eventjes weer een plekje geven, netjes neerzetten, et cetera. Want zelfs het koffieapparaat, tada, staat daar. Nou is het wel zo dat ik voor die grijze dakduif, die in november weer komt, heb ik een houten water. Mandy leert praten. Een houten wafelijzer en een blender. Houten. Alvast gekocht. Ik had die zien staan. En ik dacht, ja. En ja, ik ben daar nu al mee bezig. Want ik heb dan zoiets als ik iets tegenkom van, niet van, dan moet ik onthouden. Nee, dat schaf ik aan, dan heb ik het vast. Dat is meer mijn gedachte. Dus ook met die locomotief. Jordi heeft hem goedgekeurd. Maar hij gaat nou naar boven toe. En dan blijft hij daar staan. Totdat het die grijze dakduifs verjaardag is. En dan komt hij weer tevoorschijn. En dan mag je hem uitpakken. Dat is de bedoeling. Het keukentje heb ik inmiddels weer opgeruimd. Hier staat alles weer netjes. En hier staat ook alles weer netjes. Alles staat erop. Daar heb ik ook alles weer netjes. Jordi wil nog niet slapen. Dus ik ga eventjes naar Jordi toe. En de volgende ding is dan weer de volgende dag. Een hele goede morgen. Ik heb Sammy vanochtend naar school gebracht. Liam ligt op de bank. Jordi ligt op de bank. Liam is niet lekker. Hij heeft nog steeds koorts. Ik ben even naar de winkel geweest. Ik heb even eten gehaald voor vandaag en vanmorgen. Joe, vouw eens op. En ik was heel even snel bij de Action naar binnen gegaan. Want
voor de chagrijn van het gezin die op 5 december jarig is, hebben we natuurlijk een Sinterklaasbakje nodig. Dat dus. En Liam die had vorig jaar een pietenpak aan. En die was heel schattig, maar die past hier nu niet meer. Dus ik heb even een ander pietenpakje gehaald. Want ik heb geen andere pietenpakjes, dus dan heb ik die. En dan voor Sammy één, dus ik heb genoeg. Dus dat is geregeld. Dan heb ik mezelf ook maar even verwend door een heerlijke onesie aan te schaffen. Zit zo lekker. Daar gaan jullie mij van de winter heel veel in zien lopen in onesies. Heerlijk. Dus ja, dat. Dan ga ik eventjes nu de luiers van de kinderen doen. Fruit geven. En ja, was doen. Dat soort ongein totdat we Sam erop moeten halen. En ik had nog iets gekocht. Hier. 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 Een neushoorn. Die had ik ook nog gezien. Liam krijgt altijd iets als hij niet lekker is. Om hem op te vrolijken. En hij is al een stuk vrolijker. Maar ja, daar kan niks op tegenover zijn Boomba natuurlijk. Dus, maar hij vindt het wel fijn. En anders vindt Sam hem ook leuk. Ik heb Jordi wakker gehouden. En hij doet het eigenlijk, moet ik zeggen, wel vrij goed. Hij heeft vandaag ook echt heel veel gepoept. Dus ja, zijn buikpijn. Ik heb hem geholpen. Dus hij heeft echt veel gepoept. Ik heb net al een halve appelflap aan Jordi gegeven. Hij krijgt zo dadelijk drinken. En Liam en Sam zijn ook lekker hun halve appelflapje aan het eten. Sam is net wakker. Liam is denk ik alweer een uur wakker. Sam is net mij. Of Liam is net mij. Alles uit elkaar halen en dan zo opeten. Dus ik herken dat wel van mezelf. Ja, laat hem lekker doen. Dus ja. Joef. Nee. Kom maar naar de gang. Altijd als hier gegeten wordt, dan blijft ze in het begin liggen. En dan loop ik even naar de keuken. En dan is het bingo. Nee. Mandy kent het iets te goed. Ik ga daar nog even de vaatwasser op uitruimen. Ik kan eigenlijk alvast hamburgers bakken. Want we eten hamburgers met gebakken aardappeltjes en etch maar worteltjes. Vinden ze altijd hier wel een goed doel, zeg maar, dat we dat eten. En ik ben ook even heel eerlijk. Ik had de puff niet om uitgebreid te koken. Maar Jordi gaat eigenlijk wel goed. Zijn oren zijn nog steeds schoon. Ik heb ze vanmiddag ook weer nagekeken. Ik heb eigenlijk alles al wel gedaan. Nagel afgebroken. Ja, toch, kan gebeuren. Ik denk dat ik ze van het weekend eventjes opnieuw ga doen. Ik weet het nog niet. We zien het wel. Ja, dus dat. Even ondertussen de tablet voor Jordi opnieuw aanzetten. Dadelijk even drinken aan Jordi geven. En dan kan hij nog wel appelflap krijgen. Want hij eet touw heel goed vandaag. Dus moeten we stimuleren. Dus ja, dat. Verder heb ik me eigenlijk vooral bezig gehouden met Jordi. Mama en Jordi tijd gehad vanmiddag. Dus daar hebben we even van genoten. Ga je niet meedoen met papa? Ja. Ga papa meedoen. Misschien moet je... Oh, daar komt hij al. Ga dan met papa meedoen. Zal Sam doen mee? Ha
Die jij ook? Ik heb ook een kusje. Oh, dankjewel. Maar bovenop papa springen. Spring bovenop papa. Nee, niet bij mama, bij papa. Kom maar op papa springen. Hé, hey, mama persen. Ben je er zo moe van? Ja? Kan ik nou lachen? Ja. Ja, als, je op maar. Als we naar bed liggen, zeg maar. Ja, zou ik 8:30 afspreken? Hij is nog steeds niet lekker, heeft nog steeds verhoging. Ja, toch? Dus hij blijft morgen lekker thuis. Jordi gaat wel naar school. Niels die brengt morgen Jordi weg. Toch? Ben je daar alleen maar mama en Sam? Oké, mama, kus. Dank. Lekker ding. Ja, lekker ding. Ja, zeker. Zeker lekker ding. Lekker, 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 lekker ding. Papi, help je, Jordi. Zeg. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ai, mama. Ai, mama. Oh, dat is schattig. Oh, dat is schattig. Kun je op Marktplaats kijken voor kabouters? Hoezo? Die ons huis opruimen. Ja, ik heb al verschillende vacatures vrijgegeven, maar geen enkele kabouter durft. Ah. Jammer. En op Marktplaats zijn ze niet te vinden, jongen. Nee? Nee. Ik heb alleen een boerenfox op Marktplaats gevonden. Huh? Ik heb alleen een boerenfox op Marktplaats gevonden. Ja, en een loopwagen en 2 autootjes voor Jordi. Niels is nog even op pad geweest voor ons vanavond. Of ja, voor Jordi vanavond. Want we hebben een loopwagen erbij. En tata! Dus, het kind kan weer vooruit. Schoonmaken, inpakken voor Sinterklaas en het kind heeft een paar cadeautjes. Een hele goede morgen. En Liam, Sam zit daar. En Liam zit daar. Liam heeft nog steeds koorts. En dan denk je bij je eigen Jordi. Jordi is naar school. Yay! Die moeten we vanmiddag wel weer ophalen. Dat is niet het probleem, want ik doe de kinderen gewoon lekker op tijd naar bed. Want Liam was al om 6:15 of zo wakker. Dus dan doe ik ze gewoon lekker op tijd naar bed, zodat ik ze ook weer op tijd uit bed kan halen. Met Jordi gaat het eigenlijk allemaal wel oké. Gisteren heb ik heel veel
poepluiers gehad, omdat ik zijn buik gemasseerd heb. En ja, een dingetje in zijn anus heb moeten duwen, omdat hij die buikpijn had. Ik denk dat ik wel 6 luiers vol met ontlasting had. Dus die is helemaal bij wat ontlasting betreft. Dus dat is helemaal goed. Die is ook heel vrolijk naar school toe gegaan. Heel blij ook. Mijn doen. Mama helpen. Dat kun je ook zeggen, hè? Mama helpen. Zie je? Hij doet het weer. Ondanks dat Liam koorts heeft, is hij wel heel vrolijk, et cetera. Dus dat is positief. Dat is helemaal goed. Hij is wel wat rustiger, maar het is niet zo dat er nu dat ik zeg van dit of dat. Ik denk dat hij gewoon een virusje nog aan het verwerken is. Prima. We gaan gewoon per dag kijken. Dat is het gewoon. Morgen gaan Liam en Sam naar mijn ouders toe. Als Liam zo is zoals hij nu is, kan hij ook gewoon bij mijn ouders zitten. Mijn moeder, die heeft mij en mijn broer ook gewoon opgevoed. Dus ja, en dan kan ze ook dit aan. Dit heb ik ook met haar besproken. En het heeft ze ook gezegd van, ja, als hij zijn eigen niet lekker voelt, kan hij ook gewoon net zo goed hier op de bank een tabletje zitten kijken en op zijn gemakje zitten, et cetera. Dus die zetpil kan zij ook geven. Dat is echt niet het probleem. Eten doet hij ook gewoon normaal, dus dat is allemaal het probleem niet. Dus ja, vandaag eten we ook frietjes. Want ik zei tegen Niels, je bent weer laat thuis, dus ik vind het logisch eten. Dus we gaan kijken hoe het allemaal loopt. Alle was die ik had, heb ik opgevouwen. Toppie. Dan is het nu alleen nog maar een kwestie van dat de kinderen hun boterhammetjes opeten. En flesje krijgen, schoonmaken, vast weer aankleden. En zorgen dat ze lekker naar bed gaan. Oh ja, Liam moet nog een kontkanon erin. En dan is het weer geregeld. Ik heb veel gedaan. Doe ik goed. Nou doe ik dadelijk, als de kindjes in bed liggen, ga ik heel eventjes op Jordi's kamer aan de gang. Want dan kan ik nog wel opruimen. Dat is wel de bedoeling namelijk. En dan, Ik ben gewoon moe. Ik hoop, stel, Liam is goed genoeg om naar mijn ouders te gaan. Hoop ik gewoon rust te krijgen even. Dan heb ik alleen Jordi. Kan ik gewoon even op adem komen. Hoop ik. Dus dat. Ik heb nog veel op de planning staan in mijn hoofd. Of het lukt. Maar vandaag niet, kom morgen wel. En als je dan dit beeld zo ziet, hè. Dan denk je bij je, oh, wat een scheetjes. 2 minuten geleden vechten ze elkaar nog de gaten in de kop, zeg maar. Dus ja. Maar we hebben het voor elkaar. Ze hebben een broodje op. Ze zijn nu melkje aan het drinken. En zo dadelijk gaan ze naar hun nest. Yes. Doen we allemaal even regelen. Nu eerst even de luiers weggooien. En dan, wat gaan we dan doen? Een aap vlooien, denk ik. Joef, ben je een aap? Nee, is geen aap. Ik had toch gisteren dit geweldige pak gekocht. Nou, hij zit super. Dat kan ik je vertellen. Ik heb net heel eventjes op Jordi's kamer het een en ander eventjes gedaan. En ik moest me eigenlijk om gaan kleden. En ik dacht bij mij, die hangt er toch wel heel erg lekker. Noem gewoon aan. Zoek het maar uit. Dus ik ga dadelijk zo Jordi ophalen. Ik heb scheid aan. Boeit me niet. Dan zien ze mij maar als de loedermoeder. I don't care. Gaan ze trouwens vaker zien van de winter. Dus het maakt mij echt niks uit. Nou, nog eventjes wat deo opdoen. En dan kan ik 2 krijsers wakker gaan maken. Sowieso eentje. Liam, die gaat boos worden. Maar ja, het moet maar. Ik moet dadelijk Jordi ophalen.
Het is nu 2:50. Om 2:55 ga ik ze wakker maken. Nou, chagrijn wakker gemaakt. Blij is chagrijn wakker gemaakt. Hij is niet blij, kan ik je vertellen. Jordi is wel blij. Jordi is de hele dag wakker geweest op school. Jee, doet hij helemaal goed. Mijn blije guppies. Gaan we naar binnen? Het regent. Wel? Ga ze naar binnen doen. Hé hey Jordi, je had het goed gedaan op school, hè? Nu ben je lekker chipjes aan het eten, hè? Ja. Hij is heel vrolijk en blij. En hij is heel blij dat hij weer thuis is. Yay! Maar in deze kleding is hij niet de deur uitgegaan. Want hij heeft voordat hij naar huis ging, heeft hij nog alles ondergepoept. Yay! Yes! En ja, maar hij doet het super. Hij heeft het super gedaan, is wakker gebleven, alles tot nu toe. En hij zit allemaal te lachen. En hij is vrolijk. Hij is heel vrolijk. Hij is echt heel vrolijk. Hè? Kijk uit, want je gaat vallen. Probeer hem goed in beeld te krijgen. Dat jullie hem ook even zien lachen. Hè? Ja. Dus hij is blij, mama is blij. Liam zit aan tafel met zijn tabletje. Zit even op zijn gemakje. Is nog steeds niet lekker. Ah ja. Sammy zit continu daar te roepen, want ik heb hem dan geleerd. Ja, daar. 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 Daar, lekker dicht. Ik hou van jou. Net ook in de auto. Dus had hij allemaal... elke auto, daar, daar, zat die elke auto te zwaaien. Dat was zo schattig. Maar ja, hè? Toen ging mama de auto uit. Dan laat ik die twee altijd zitten. Dan krijg je een filmpje. En dan kan ik gauw Jordi ophalen. En ik zeg, mama gaat even weg, hè. Daar, doe je filmpje kijken, daar. Ik zeg, ja, oké, prima. Hallo, je kan dit... Nee, dit gaat niet, Jordi. Vuile rat. Moet je kijken, Jordi. Hier heb je gewoon nog chips liggen. Het is een mooie dag ja. Om naar de boerderij te gaan. Volle snelheid voor... Het is een mooie dag om naar ja. De strand te gaan. En dan dadelijk ook nog frietjes. Dan is het helemaal compleet. Hij is zo vrolijk. Ik ben zo blij dat hij weer beter is. Komt goed. Ik heb frietjes gemaakt en we zitten lekker op de bank. Of ja, Liam wilde per se aan tafel zitten. Dus dan krijg je ook een sausje erbij. Als je op de bank zit, niet. Maar ja, dan wilde hij er dus graag. Zij zit lekker aan tafel te smikkelen. Op zijn gemakje met zijn filmpje. Jordi hier. En Sammy daar. Lekker happen. Nom, 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 nom. Dus ja. Niels, je bent thuis. Ja. Gezellig. Gelijk volle bak aan het werk. Kinderen in de douche. En flessen in de bed. Dus waar liggen ze nu? In bed. Hoe gaat het met Liam? Goed. Ja? Ja. Een beetje zeurderig, maar de temperatuur is flink omlaag. Ja, hè? Ja, ik heb dus met kindjes gedoucht en... Ik ben nu eten aan het maken voor ons twee. Gaan we lekker even eten. En dan gaan we hier even de boel opruimen. Mm. En dan studeren. Ga jij studeren en ga ik mijn eigen ding doen. Maar wel zorgen dat we op tijd klaar zijn. Ja. Dus dat. Bij deze gaan we dus ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.